Afgelopen maandag noteerde de Matief nog €250 per ton voor tarwe, maar daarna ging het hard naar beneden, uiteindelijk €18,50 eraf en we sloten de week op €231,50. Een soortgelijke beweging zien we ook op de CBOT terug en kijken we naar de maïsnotering, dan zien we dat er daar €11 per ton afging in Parijs. Dit heeft alles te maken met het expireren van het maartcontract. We gaan vanaf donderdag handelen op het meicontract. En dat betekent, ja, de koersen van mei zat net zo rond die €230 per ton, dat de komende maanden tot aan het septembercontract naar de nieuwe oogst toe moet groeien. Die staat nog steeds stabiel op zo'n €200 per ton. Het worden dus een aantal spannende maanden om te zien wat die tarwekoers nog kan doen. In de VS zagen we wel de sojakoers behoorlijk hoger noteren. Dit heeft te maken met regen in Brazilië, waardoor dat de oogst daar niet kan vlotten. En wat verder de Amerikaanse beurs nog sterkt, is een nieuw steunpakket voor de coronamaatregelen. En dat sterkt niet alleen de beurzen, maar ook de commodity market.